Ik beeld me echt in dat die kerel die nu met ons mee is in de groep, gewoon voor zijn beeldscherm en een zak chips, gewoon zo van, oh, dat je de groep lekker een beetje meeliften. Ja. Hij doet ook gewoon echt helemaal niks. Ik bedoel, hij staat hier met zijn greatsword een beetje te zwaaien. Hij was mij ook aan het poorten bij die fractal. Oh, wauw. Ja, hij is gewoon zo iemand als mij, die heeft echt geen idee waar hij mee bezig is. En is gewoon blij is dat eigenlijk iemand hem meeneemt. Zo denk ik er altijd over na. Allemaal springen, net zoals die Grawl doet, jongens. Zo vallen we niet op. Ik val niet op, jongens. Ik ben één van hen. Oh, jullie zijn al bezig met die champion, joh. ik zit al die veterans nog tegen te houden en alles. Oh ja, sorry jongen. Jongen. Dus, katse. Is Sparta! Oh, jongens, kom, we gaan meedansen. Kom. Yo, gezellig. Celebrate good time, come on! Copyright, ta, let's go. Het was zo buiten, de zon scheen, het was lekker weer. De eerste dag na de vakantie, dat was minder. Maar ze waren zo opgelucht, want het was de tweede keer. En zo, zetten we dat nummer op. We waren zo blij. We zouden zo blij geweest. Behalve toen ik de kolossus net kreeg uit de Force, natuurlijk. Ja, echt. Oh, Breaker's the boy, jongen. Breaker's the boy. Die noobs die zijn gewoon gevallen. Sukkels. Ah, jongens, ik ben out of range. Kunnen we hem even wat dichter hierin brengen, jongens? Hey joh, laat hem lekker... Hey. Oh, hier ligt modder. Lava. Modder. Oh, je wordt gewoon door je moeder gerest. Ja. Dat is echt relax. Ja. Je kan het ook op dode mensen. Blijkbaar. Dat wist ik niet. Ja. Good guy, je moeder. Jongens, mag ik een grootste stilte? Oh, sorry. Grootste stilte, alstublieft. Ja. Wacht. Mag ik heel even de aandacht? Heel even. Nice. Echt zo. 6/10/2014. Nee, dat is een jaar geleden. Ongeveer. Oké. Okay. Aan info@blauwbroodjes.nl. Geachte heer Smoke, wij zijn ontzettend geïnteresseerd in uw lekkere broodjes, aangezien we er al heel veel over hebben gehoord. Bovendien zien de foto's op de site er ook heel goed uit. Vooral het broodje gemarineerde speklap en het broodje brie. Bezorgen jullie ook in Limburg, MVG, JL Nome en Timo van Issen. Kijk als antwoord. Beste Timo en JL, leveren in Limburg is geen enkel probleem. Houdt u rekening met de bezorgkosten? Wij bezorgen voor 0,45 euro per kilometer. Dat zou nu al verdubbeld zijn. De minimale ordergrootte buiten Rotterdam is 75 euro. Een broodje speklap en een broodje brie kost u dan slechts 147 euro. Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen ben ik via onderstaande contactgegevens te bereiken. Dan krijg je niks een signature van de e-mail, heel professioneel, met het logo erbij en alles. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met Blauw. De algemene voorwaarden kunt u downloaden van onze website. Dus, beste Nick, wordt de gemarineerde speklap warm geleverd? Met vriendelijke groet, JL en Timo van Issen. Beste JL en Timo, alle producten die als warm op de kaart staan, worden tijdens de rit op natuurlijke wijze warm gehouden. Maak je dus geen zorgen over de temperatuur van de broodjes. Met vriendelijke groet, Nick Smoke. Blauw broodjes. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere... Oké, you get it.
dat was de conversatie. Ja, dat lijkt me wel een aardige kerel die niks kan eigenlijk. Coffee Heroes and Cups wordt gesponsord door Blauwbroodjes. Ja. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte die u met ons aangaat. Gaan we er nog één doen? Jeetje. Blijkbaar. Zegt die kerel, kijk naar mij, man. Die kerel die hier vast zit. Die grote knakker, die kijkt naar mij. Knakker? Eén tip, die wind die gaat je dus ervan af blazen. Oh. Maar je kan er wel doorheen dodgen. Pak het dan. Hallo, ik had even lekker weer. Hallo, dit is B100 over. Hi, B100 over. Ik ben Robin. Volgens mij zit ik verkeerd. En nu komt dat punt met de lichtjes, maar dat kan je wel echt super goed uitleggen. Ja, je moet gewoon altijd die lichtjes aan. Ja, maar niet erop staan. Ja. En als je dat wel doet, ga ik ben je de Shaka's. Oh, was dat het? Ja, dat was het. Wauw. Okay. We gaan de Legendary Arch Driver gaan we slaan. Zo hard, ja, of niet? Totdat hij een hamer laat vallen. Als hij die hamer laat vallen, dan pak ik hem op. Of Jarl, of Miss Blue Line, of Robin, of die andere hobbit. Ja? Gewoon één van hebt, ons. Juist, één van ons. Zit je opgesloten, Jarl? Ja, maar. Zonde. En ik ben eruit. Hey. Prison Break. Met de flamethrower, hè. Hartstikke realistisch. Jongen, ik zit weer in die hok, in dat hok. Ja, voor mij willen ze iets zeggen. Ik hou het hier even bij, denk ik. Ik ook. Nou, ik ook dan maar. Als we allemaal af hier bij houden, doe ik het ook wel. Amy. This is it for tonight. Amy. This is it for tonight. Nu jij, Robin. Amy. This is it for tonight. But we will continue soon. I had a great time. Vorige keer op een missie nog. Dat is die Franse. Zo. 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 Het zat met haar vriendje en die ging gewoon.